bankafschrift waarop te zien is dat de geldopname en de geldopstorting verwerkt zijn door de bank. Nou, we hebben dus een geldopname en een geldstorting gedaan en op dit rekeningafschrift zie je dat deze verwerkt zijn bij de bank. Dat zie je hier. Je ziet de geldopname, 150 euro, dat is dus van de bank afgegaan. En we hebben geld gestort, 1250 euro. Die is dus bij de bank bijgekomen. Hiervoor gaan we dus allebei apart een boekingsstempel invullen. Voor het geld wat van de bank af is gegaan, is deze boekingsstempel. Dus van de bank is afgegaan 150 euro. En we verrekenen dat weer met geld onderweg. Dat doen we dus ook voor de geldstorting. Er is dus 1250 bij de bank bijgekomen. En we verrekenen dat weer met geld onderweg. Je ziet hier de twee boekingsstempels naast elkaar staan. Deze beide boekingsstempels gaan we dus ook weer bijwerken op de grootboekrekeningen. Hier zie je de grootboekrekening bank. Er is dus 150 euro credit gegaan en 1250 euro debet. En bij geld onderweg is precies het tegenovergestelde gebeurd. En als je nu goed kijkt, zie je dat als je alles met elkaar verrekent, het weer gelijk uitkomt. Dus dat je deze eigenlijk allemaal weg kunt strepen tegenover elkaar. Dat was het bankafschrift van de geldopname en de geldstorting.